Zorg is de vraag van mevrouw Van Peel over de RISIF-nummers voor de artsen. Mevrouw Van Peel. Dank u wel. Mevrouw de minister, het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten in dit dossier. Ik vrees ook niet de laatste keer. Misschien nog eens heel kort de situatie. Eind jaren 90 wordt er op federaal niveau beslist om een quota in te voeren voor de artsen. Dat was ook nodig. Op Vlaams niveau is er meteen een ingangsexamen ingevoerd. Aan Waalse kant gebeurde er niets. En dat heeft gevolgen, vandaag nog. Er dreigen honderden studenten af te studeren zonder een zicht op een RISIF-nummer. En dus ook zonder zicht om hun job naar behoren te kunnen uitoefenen. Nu, dat is erg. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt heel duidelijk in het kamp van de Franse gemeenschap. In het kamp van de PS-excellenties die het dossier jaren hebben laten uitlopen in de hoop dat het op lange termijn wel zou opgelost raken. Nu, u bent kort na uw aanstelling heel erg duidelijk geweest. U heeft gezegd, als er een ingangsexamen of een filter kan ingevoerd worden aan het begin van de volgende jaar, dan wil ik verder praten. Dan kunnen we bekijken of de studenten die nu al aan het studeren zijn aan Waalse kant, of die nog een voorafname mogen doen op de RISIF-nummers, zolang dat ook kan terugbetaald worden in de toekomst. Dat is aanvaardbaar voor ons. Alleen, ondertussen heeft meneer Marcourt zijn plan klaar. En wat blijkt nu? Dat hij eigenlijk een filter wil invoeren op het einde van volgend jaar. Wat wil hij dus doen? Hij wil het probleem nog maar eens uitstellen. Het is al 15 jaar uitgesteld en we stellen het hier nog maar eens uit. U heeft in een vorige antwoord aan mij gezegd dat in dat geval, wat u betreft, de discussie stopt. Dat u dan niets meer wil doen. Wel, we zijn hier nu, dus mijn vraag aan u is, wat gaat u nu doen? Dank u, mevrouw Van Peel. Dank u wel, mevrouw Van Peel, voor de soap van die nummers. Ik heb inderdaad vorige week in de pers de reactie van collega Marcourt gelezen. Ik heb het ook per brief gekregen. En ja, hij is aan het werken aan een oplossing voor een filter om de toegang tot de studies geneeskunde ook in Wallonië in te perken. We moeten dan bekijken wat hij allemaal verklaard heeft. Ik heb ook begrepen dat er ook nog hoorzittingen bezig zijn in het parlement van de Franstalige gemeenschap. Dus vindt het een beetje raar dat er al een plan is voor die hoorzittingen en voor die parlementairen daar ook hun zegje hebben kunnen overdoen. Het is inderdaad zo dat wij voor de studenten een oplossing moeten vinden. Maar dat is natuurlijk een voorwaarde geweest. Ik heb duidelijk gezegd dat er eerst een filter, een adequate filter, moet geïnstalleerd worden ter hoogte van de gemeenschappen. Vooraleer wij gaan beslissen om die nummers nog eens toe te kennen. Het is dus een voorwaarde. Langs de andere kant heb ik ook gezegd dat ik zelf aan het dynamisch kadaster de diensten ga laten verder werken, zodanig dat in het midden van het jaar eigenlijk daar de juiste informatie aan de planningscommissie kan gegeven worden. Dan verder moet er natuurlijk gewerkt worden binnen de interministeriële conferentie die binnenkort zal haar werkzaamheden hervatten. En het is dus de bedoeling van daar een werkgroep gezondheidsberoepen op te richten. Deze werkgroep zal zich onder meer met de problematiek van de RISIF-nummers moeten bezighouden. En het is wellicht de bedoeling om in een interfederale kabinettenwerkgroep binnen deze interministeriële conferentie die maatregelen helemaal uitgewerkt te zien in een stappenplan ook. En de doeltreffendheid van de door de deelstaten voorgestelde instroomfilters zal ook in die interministeriële conferentie beoordeeld worden. Zowel door de federale staat als door de deelstaat. Mevrouw Van Peel. Dank u wel voor uw antwoord, mevrouw de minister. Maar ik denk toch nog steeds, en ik heb u dat vorige keer denk ik ook gezegd, dat u toch nog eens een telefoontje gaat moeten doen aan Marcourt en dat u hem toch duidelijk moet maken dat de piste die hij momenteel aan het onderzoeken is, dat die dus niet kan. Want uiteindelijk is het heel duidelijk, we gaan deze situatie, en daar bent u ook duidelijk geweest in uw overleg met Marcourt, we gaan deze situatie niet opnieuw voor ons uitschuiven. Dat is niet eerlijk, dat kunnen we niet verder uitleggen. Niet aan Waalse kant, maar zeker niet aan de Vlaamse studenten die niet aan hun studie zijn kunnen beginnen, omdat ze wel een ingangsexamen moesten doen. Dank u wel. Dank u, mevrouw Van Peel. De incident is gesloten aan de...